Hallo! Ben er weer. En wat leuk dat jij weer kijkt naar week 133 van onze video's. We zijn weer thuis. En het voelt best een beetje gek eigenlijk. Eerst gisteravond thuis gekomen. Het is vandaag vrijdag. Gelijk warm. Dus we hebben alles weer meegenomen qua temperaturen. Gisteren natuurlijk de hele dag met de camper bezig geweest. Inpakken, rommeltjes. We zijn er nog niet helemaal mee klaar. Want we gaan morgen weer weg. Of morgen, overmorgen. Wat gaan we dan doen? Morgen. Nou, iets heel leuks doen. Dat gaan we natuurlijk ook filmen. We gaan naar een paar mensen. Ja, we hebben de reunie van de Morocco groep. Nou, daar hebben we ook ongelooflijk veel zin in. Om die mensen ook allemaal weer te zien. We krijgen er ook eigenlijk helemaal nooit genoeg van. Het is gewoon hartstikke leuk. De vraag is van deze week, genieten we zelf nog wel een beetje? En daar gaan we zeker door middel van beelden antwoord op geven. We zitten onder andere in Parga, tijdens enorm hoge temperaturen. We nemen afscheid van de groep en we steken door naar de Pilion voor onze eigen vakantie. Maar we hebben een aantal gesprekjes met mensen, zo gaan we gluren bij de buren bij Rudy en Martine. Ja. Die van onze de enige Belgen van onze groep. Ja. Ja. Pintje, het pintje mannetje. Pintje, ja. Missen echt Pintje en de, lieve mensen. De zwem. Ja. Kampioen van België. Nou, Martino is echt niet normaal. Wat die aan afstanden zwom op een dag, echt. Ik heb af en toe gewoon de politie weggestuurd. Ja, was gewoon ziek. Mooie vrouw ook. Ja, lieve mensen. En we komen ook nog caravanners tegen. Daar hebben we ook even mee staan babbelen. Van hoe is het nou met een caravan te rijden in Griekenland. Die komt er trouwens nog één aan, maar dat is dan volgende week. Ja. Want we staan eigenlijk vaker naast caravans. En dat vinden we toch wel interessant, omdat we die vragen ook regelmatig krijgen. Ja, ik heb ze niet op hoor. Er staan er nog genoeg te koop. Dus, maar goed. Ik zou zeggen, ga gewoon lekker kijken. En heb je nou zin om zelf ook naar het mooie Griekenland te reizen, dan weet je, dan is er een inspiratiegids. Een boek. En, dat wil ik nog even zeggen. Een special? Ja, er komt een special aan volgende week over de Pilion. Want we merken toch dat de Pilion niet geheel bekend is bij velen. Maar wij vinden het zelf een van de allermooiste regio's van Griekenland. Niet in de laatste plaats, omdat daar gewoon een van de allermooiste campings zich ook bevindt. Maar we hebben... Mooi, echt. Maar we hebben dus een auto gehuurd daar en vertellen ook wat dat kost. En we hebben de kaart erbij volgende week. Ja. Dus volgende week komt er een special over de Pilion. Special. En maar ik durf er niet te veel over te verklappen. Nee, dat zou ik niet doen. Maar hou zondag je social media in de gaten. Want als het echt doorgaat, want we zitten nog een beetje van... Ja, dat zal toch niet dat ze dat gaan doen. Maar als het echt gaat gebeuren, dan moet je zondag zeker je Facebook... Of je, waar gaan we dan meer? Overal op. Instagram? Ja. Ik ga wel... Gaan we wat doen. Niet verklappen, hè? Ik kan je wel vertellen. Ja. Toen ze me belde, was ik stikzenuwachtig. Meer verklappen niet. Je was zenuwachtig. Ja. Maar jij ook. Je wordt ook spannend. Ja, ik praat niet zoveel. Ja. Gaat goed komen. In het echt niet wel, hoor. In het echt wil je het van me, maar... Nou... Ik krijg alleen maar de kans van de camera. Nou, maar goed komen. Hé jongens, wat een kijk eens hier. Vorige week zagen jullie ons wegrijden van het eiland Lefkas en gingen we op weg naar het schilderachtige Parga. Je kunt vanaf het strand voor camping Valtos met een pendelbootje naar het stadje toe varen. De kleurrijke huisjes, de talloze winkeltjes in de smalle straatjes en de gezellige sfeer maakt Parga een hele populaire bestemming. Maar na een kleine wandeling en een lunch houden wij het vanwege de hoge temperaturen al gauw voor gezien en varen we terug naar Valtos Camping. Thank you.
Na een paar dagen Parga is het tijd om naar de laatste camping van de groepsreis te rijden. Niet zomaar een camping, want ook deze camping is er één om te onthouden. Camping Calami Beach. Camping Calami Beach is een prachtig aangelegde camping aan een heerlijke kleine baai. Het is dan ook niet gek dat bijna de gehele groep meteen na aankomst het kristalheldere water induikt. Zo ook Luca, een volwaardig lid van de zwemclub. Genieten. Dan kom ik gewoon nog even terug met de camera. Je bent hier met de caravan, hè? Ja, inderdaad. Ja? Inderdaad. Mag ik hem filmen? Ik voel me een beetje beledigd, want wij mogen geen deel uitmaken van jullie. Maar hoe is dat met de caravan? Nou, het gaat hartstikke goed. Ja? Ja. Ja, ja, we hebben goed. Het ook gedaan hoor. Dus, kan, maar de kijkers thuis die willen het graag weten. Als ik met een camper kan het met een caravan ook. Ja, dat is ook zo. Ja, en de wegen ook goed te doen. Ja? Ja. Maar u heeft ook pannen gehad. Ook opgelost. Ook goed opgelost. Ja. Heel goedkoop. Daar zijn we nu nog van vakantie aan het vieren. Wat goedkoper was. Volgens mij heeft u het woordje positieve instelling wel begrepen. Ja. Maar lekker aan het genieten op deze camping, hè? Ja. Ja, dan kom ik even bij u, mevrouw. Beetje te doen zo? Met dit uitzicht? Ja. En als je hier spannen zou hebben, is het dan helemaal niet erg. Nee. Ja, het is eind van de reis voor u? Nee, we gaan 1 juni gaan we over naar Italië en dan gaan we de laatste paar weken gaan we door Italië. Ook niet verkeerd. Terug naar huis. Ja, geweldig. Dus we genieten volledig en we zijn 2 maanden zo weg geweest en fantastische vakantie. Ja, ondanks de hitte heerlijk genoten. Ja. Met de kipcaravan. Ja. Ja, en ik word een beetje wee in de buik als ik er naar kijk. Want ik zal u eerlijk zeggen, mijn ouders hadden een Grey Line Special 47 TDB. Ja? Jazeker, ja, exact dezelfde. Oké. Dus hij is niet meer piepjong, maar hij doet het goed. Hij is 20 jaar oud volgens mij. Ja. Leuk hoor. Dus ik denk dat ik een hele mooie verblijf nog ben. Dank u wel. En, ik dacht dat het een caravan was die problemen gaf. Zij hoorden met de geluids... nieuw gehoorapparaat, dus net nieuwe batterijen erin. En ze hoorden een geluid. Ik zeg, joh, dat zijn allemaal krekels. Dan reden we langs een industrieterrein. Dat is dat industrieterrein, daar hoor je ook altijd wel geluid natuurlijk. Ja. Maar achteraf zat ik er hartstikke naast. Natuurlijk. Ja, het was de Volvo. Ja. Geweldig. Ja. Nou, wat leuk. En toen kregen we van de kinderen, toen zaten we bij Chiltia, ook achter dat hekje zo, net zoals hekje. Ja. Alleen hadden we toen een eigen trapje nog ervoor. Beneden stonden jullie, naast het restaurant. Ja. En toen zeiden de kinderen, het is toch verschrikkelijk om daar te wachten tot de auto weer... Ja, wat een ellende. Wat een ellende. Ja. Eerlijk, hè? Nou, leuk om jullie even gesproken te hebben. En nog heel veel plezier in de mooie Griekenland. Ja, we hebben net afscheid genomen van een heel groot gedeelte van de groep. Maar we hebben nog wat achterblijvers. Dus ik ben nog wat rood om de oogjes. Want het was natuurlijk allemaal weer met de tissues erbij. Zo gaat dat nou eenmaal na zo'n lange tijd met elkaar reizen. Is het best even emotioneel als mensen dan wegrijden. Maar er staan er nog een paar. En er staan ook ons lieve Belgische paar. En daar gaan we gewoon even lekker gluren bij de buren bij Rudy en Martine.
Hallo dan, goedemorgen. Goedemorgen. De achterblijvers. Ja. Hoe is dat? Spijtig genoeg dat het weer voorbij is. Hè? Ja, hè? Ja. Dus, en dat ze allemaal weg zijn gereden. Ja. Wij vertrekken straks. Dus, ja, we gaan jullie uitzwaaien. Traantje gelaten hier en daar. Ja. Het was een mooi afscheid. Maar we hebben nog een mooie dag, hè? Ja, zo is het. We genieten van onze laatste dag. Ja. Hey, maar hoe was het? Heel de reis. Ja? Fantastisch. Ja? Ja. Heel veel dingen gezien. Ja. Echt tof. Ja. We gaan ons dag geen minuut beklagen. Nee. Nee. We hebben gisteravond bij het afscheidsdiner nog een gedichtje voorgelezen. Ja. Ja. Heel mooi. Zo is dat. Ik zal dat nog even ook hier posten of hierin kopiëren in de video. Ja. Het leven bestaat gewoon uit genieten. Je hebt een keuze. Ja. Of je geniet ervan. Op zeker moment wel. Hè. Er is een moment dat je moet in je leven werken en zien dat je iets bekomt. Ja. Maar dit voor ons, ja. Ja. Nu, zeker als pas in pensioen zijnde. Ja. Want ja, het blijft ook niet duren, hè. Nee. Nee, het leven is niet voor eeuwig. Nee. En dat weten we gewoon met z'n allen. Ja. Ik vind zolang dat je dat nog kan, moet je dat... Dan moet je dat gewoon moet doen. Je dat doen. Ja. Ja. En natuurlijk begrijpen we allemaal dat dat ook wel... dat het ook moet kunnen. Het is persoonlijk ook, ja, hè, wat precies. Je genieten noemt. Hè? Ja, nou, ja, je kan ook thuis genieten op je balkon, dat is ook genieten. Ja. Als je maar geniet. Samen graag reist, dan is dat super, hè. Ja. Hoe vond jij het sturen door de Balkanlanden en door Griekenland? Vermoeiend voor mij. Ik ben gewoon van altijd autostrades te nemen. Ja. En nu waren het allemaal kleine baantjes met veel bochten. Ja. Gelukkig had ik altijd een voorrijder en dat ging best. Ja, ja, jij hebt achter de grote Carthago aangereden. Dus als die erdoor komt, kon ik er ook wel door. Ja, 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 dat gaf toch een stukje... Ja, veiligheid. Ja, 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 ja. En die Johan die is natuurlijk een prima chauffeur. Ja, dus dat die, is een beroepschauffeur. Een beroepschauffeur. Dus dat was ook wel een lekker gevoel dat jullie daarbij konden aanhaken. Ja. Heb je wel met je ogen dicht gereden nog? Of? Wel bijna eens in slaap gevallen, maar... Oh, tuurlijk. Ik geloof niet dat ik dat nu wil weten. Soms wat te kort, dat hij de putten in de weg niet goed zag. Oh ja, ja. Oh ja, dat heb ik jou ook al eens een keer horen zeggen onderweg. Van Martine zegt dat ik afstand moet nemen. Ja, tuurlijk, elke keer. En dan 2 minuten later is hij weer. Ja. Bang om de voorganger te verliezen. Ja, 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 ja. Altijd aansluiten. Dat is een gewoonte van de motor van vroeger. Ja? Je hebt ook motor gereden? Altijd motor gereden. Ja, wat heb je gereden? Goldwyn. Kijk! Ja. Dat is nog eens een motor. Ja. Ik noem dat altijd stiekem, ja, ik mag het zeggen, ik heb bij Honda gewerkt. Wij noemden dat altijd het bankstel. Maar dat is zo. Ja. Ja. Jij ook mee, Martine? Ja, achterop? Als ballasten. Ja, ja. Nou, dat was wel comfortabel. Ja. Alsof je in de zetel zit. Ja, 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 ja. Hé, maar wat hebben jullie voor camper? Vertel eens. We hebben een Chausson, geen lange camper. Een Chausson 640. Ja. Die is 7 meter lang. Ja. Het is een titanium, dat is een reeks die een... in massa gebouwd is, ja. Dus er was geen keuzemogelijkheid van motor of van interieur. Het is op Ford gebouwd, hè? Het is op Ford gebouwd, ja. Ja. Je had kiezen of delen, dat was het, en niet anders. En? Heel tevreden van. Ja? Absoluut. Oh, wat goed. Ja. Ja, want je hoort ook wel eens andere verhalen over de Ford motor, maar het is wisselend. Nee. Jullie zijn heel tevreden. Wij zijn er tot nu toe heel... Wat hebben fijn! Van 2019 hebben we hem en tot nu toe nog geen problemen gehad. Ja. Dus en hij heeft ook een hele relaxte indeling. Hè? Ja. Mag ik even binnenkijken? Ja, tuurlijk. Ja, mag je dat? Lekkertjes uit. Oh, kijk eens. Wat een ruimte, joh. Joh. Nou, je bent gewoon weer van bankstel naar bankstel gegaan, Rudy. Ja, ja. Oh, dan is jullie bed hier. Ja. Oh, jullie hebben het zo'n heftig. Oh, oké. Okay. Ja, wil dan je heb je laten werken? Ja, graag. Wauw. Oh, elektrisch natuurlijk. Alle gemakken voorzien. Het is kijk, komt hij aan. Een bed van 1,60 meter. Dus maar dat is een serieus bed? Ja. Kijk eens. Oh, wat goed zeg. Ja, en daarmee krijg je natuurlijk ook die ruimte in je camper. Ja. En ja, toch een hele compacte camper. We hebben inderdaad een hele ruime camper. Tegen dat je anders dat bed van 2 meter, dat verlies je altijd. Ja. Dat staat vast. En bij ons hangt dat tegen de zoldering. Ja. Natuurlijk niet geschikt voor mensen van 2 meter groot. Nee. Maar voor ons is dat geen probleem. Ja.
En hij is eigenlijk, in principe zeggen ze, hij is geschikt voor 4 personen. Ja. Ja, want je kan het bed op halve hoogte laten stoppen, ja. En dan kan je nog onderaan een bed maken, maar dat is niet praktisch. Nee, maar dat is ook helemaal niet fijn. Als het nog is een bed voor 2 personen. Ik zou er niet onder durven liggen, jij? Nee. Als dat bed er niks naar beneden komt. Ja, want hier kun je wel zitten, hè? Ja. 250 kilogram. Is het eraf getrokken? Nee. Oh, dat mag de max op. We mogen nog even verdikken. Ah, ja, precies. We gaan toch zo lunchen, toch? Ja. Hé, maar ik vind echt die ruimte. Die tafel gaat naar boven, die kan je dan nog open. Oh, dat gaat ook elektrisch. Hallo, hallo, Luxor. Hey. Ja, er is veel over nagedacht. Ja, nou, deze mag in de boek, hoor. Ik vind dat... Okay. Nou mensen, kijk eens wat een geweldig. Ja, maar die ruimte, dat is ook echt fijn, zeg. En ook nog een hele flinke keuken. Een grote badkamer erin. Ja. Oh, ik vind het ook echt wel wat. Ja, Peter wil absoluut niet kleiner. Maar dit is toch wel echt een mooi toiletje. En de douche zit ook hier? Een grote douche, ja. Een douche van 75 op 75. Oh, wauw. En dan kan je ook, als je wat langer bent, gewoon instaan. Ja. Dat is Peters probleem altijd. Dan gaan we campertjes kijken. En dan het eerste wat hij doet, is naar de douche lopen. Ja, want Peter, heel vaak kan hij er niet in. Pas dat, ik denk dat dit voor Peter ook een probleem is. Qua ja, hij zegt dan ook van ik wil gewoon wel een camper met een douche waar ik in kan staan. En ja. Niet, ja, nee, snap hier kan je makkelijk in staan. Hè? Ja. Dus voorlopig gaan jullie nog niet inruilen. Dit is gewoon, naar volgende. Zullen we gewoon naar buiten gaan? Want het is hier super warm. Heel te warm. Ja, met z'n drieën ook, hè? Jij vond het toch wel spannend, dus de grote vraag is, ga je terugkomen in Griekenland? Ik ga Griekenland zeker nog wel, nog wel eens terug doen, ja. Maar dan via autostrades. Ja, ja. Ja, want er wordt ontzettend veel gebouwd aan autowegen in Griekenland. Hè, ook van Patras naar boven, naar Privesa, is bijna helemaal nu een prachtig mooie autostrada, zoals jij dat zegt. Ja. Dus ja, ook op de Peloponnese zagen we dat er gebouwd werd. Bij Meteora is een hele nieuwe autosnelweg in aanbouw. Dus nou, wat fijn om te horen. Ja, jij zwemt ook heel veel? Oh ja, ik zwem zeer graag. Ja. De beweging voor mij is dus heel de route. Ja. Ja, maar jij zwemt ook enorme afstanden. Want als we in zeiden, altijd, hè, ja, waar is Martine? Ik zei, nou, ik moet even aan de overkant de verrekijk kijken. Ja, ik probeer toch iets van beweging te doen, want lekker eten en dan... We zijn al niet mager, dus we proberen er een beetje beweging in te houden. Je bent wie je bent en je bent prachtig. Ja. Dus, dankjewel. Voor ons is vakantie. We koken het ganse jaar. Nee, dus als we sterker nog, jullie koken volgens mij helemaal niet in de camper. Wij koken in de camper helemaal niet. Wij gaan altijd... Hier staan we vlak tegen het restaurant, dus dat is... Gewoon trappen op en ik zit aan tafel. Ja hoor, met een pintje. Met een pintje. Ja. Ja. Hé, maar vanavond zit het erop. Ja. En jullie, we staan nu 9 kilometer van Igoumenitsa. Ja. Jij gaat met de ferry. Ja. Voor de eerste keer. Als hij vaart. Zonder mij. Erbij. Ja. Zonder babysit, ja. Ik heb je aangeboden, zal ik meegaan? Dat ik je even inchecken zo, maar jij gaat het gewoon zelf doen. Er komt iemand naast je staan en die gaat naast je stuur. En die, daar moet je goed naar luisteren, maar je gaat het gewoon doen. Ja, ja. Ik ben een goede luisteraar. Ja, ja, zij zijn zo ervaren. Je moet maar zo denken, deze mannen... Doen het dagelijks. Die doen het dagelijks met honderden campers. Ja. En die gaat left, right, go back, dat is alles. Maar ik zie gewoon... Wij zitten dus camping on board. Ja. Hoe gaat dat dan? Sta je dan ergens in een ruim? Ja, die staat in een vrachtruim. Ja. Met andere campers. Ja. Meestal maximaal 50. En dan komt een stroompje uit de lucht vallen, een kabeltje. Ja. Dat wordt aan je gegeven, die plug je in. Je krijgt een kaartje, daarmee kan je naar boven. Binnen en buiten, ja. Ja, dan kan je het vrachtruim in en uit, want je mag eigenlijk natuurlijk normaal gesproken niet in het vrachtruim zijn. Er zijn soms ook douches, toiletten en boven zijn de restaurants. Winkeltjes. Duty free. Ah, duty free. Ja, duty free. Alcohol. Ja. Oh, ja, ja, daar nog voor het zoontje sigaretten. Sigaretten, ja, zeker. Oh, dus en casino, soms ook, kerk. Nee. Ja, gewoon van genieten. Ja. Nou, ontzettend bedankt alle twee. En ik ga jullie een hele mooie terugreis wensen. Maar ik ga jou en ik ga iedereen missen, maar
elke dag van, Rudy, waar ga je heen? Ja, ik ga u een pintje pakken. Dat ga ik ongelooflijk missen. Ja. En jou ook, Martine. Super bedankt voor jullie gezelligheid. En, dank je, wat een mooie reis. Ja, voor hebben van jullie genoten ook. Ja, ja. Expertise van Griekenland. Graag gedaan. Het is toch altijd wel een risico in België meenemen tussen 10 Hollanders. En? Heb je er last van gehad? Nee, nee, maar het zeggen. Volgens mij was jij wel de knuffelbelg van de groep. Dank jullie wel en een hele, hele, hele goede terugreis. Dankjewel, voor jullie ook. En voor jullie nog veel succes met het reizen. Ja, ja, ik hoop dat ik nog veel meer van deze mooie Belgen mee mag nemen. Dus, ik hoop het ook voor u. Ja. Ik veronderstel van wel, want dank jullie wel. We zijn al zo vol, hè? Dus we zijn waarschijnlijk veel Belgen nog aan het trappelen. Om We hebben in oktober weer een boeking met van Belgische mensen, dus regelmatig, ja hoor. Ja. Dus... Je mag dat riskeren. Ja, zeker, zeker weten van wel. Oké. Dank jullie wel. Ja. Zo verschrikkelijk warm. Het slaat aan alle kanten uit. We zijn aan het inpakken. En dat is een dingetje bij deze temperatuur. En de luchtvochtigheid is enorm hoog. Maar we hebben het er gewoon voor over. Want dit is ons uitzicht. Boom! Kijk. Nou, hier hebben we dus de laatste dagen gestaan. Want op twee campers naar zij is de groep weggereden. En was het afscheid hier op Kalami Beach, Camping Kalami Beach, even voor Igoumenitsa. Nou, Peter. Morgen. Morgen. En? Ja, het voelt een beetje gek. We hebben vakantie. Een soort van. Een soort van vakantie. Ja, dat is mooi. Ja. We gaan, verderop. Naar een andere camping waar we 2 weken vakantie gaan houden. Voor ons ongeëvenaard. 2 weken op 1 plek. Ja. Niet over het ijs houden. Ja, want wij hebben altijd last van jeukende sleutels. Jeukende blaadjes hier. Dat betekent dat we daar een paar dagen altijd verder willen. Maar we hebben bewust voor deze plek gekozen. En we hebben er heel veel zin in om erheen te gaan. Het uitzicht is wel schitterend hier. Ja, het is ook. Maar we zeiden toen we aankwamen van... we hadden ook net zo goed hier kunnen blijven. Ja, echt een fijne plek. Peet? Ik wil toch voeren gaan. Peet? Ja? Je mag nog even de review doen. Niet te makkelijk is dat. Vijf campertjes. Ja. Dat verdienen die mensen wel. Ik zou bijna zeggen 6. Ja, die mensen verdienen wel. Die zijn zo hard aan het werk. Het is ongelooflijk. Het eten was goed. We hadden een heel mooi afscheid. Nee. We hebben prachtig gedekte tafels voor ons gemaakt. De douches zijn perfect. Ja, die zijn helemaal verbouwd. Het hele sanitaire is vernieuwd. Je ziet wel weg van een stadje. Dat is dan het enige. Maar aan de andere kant, je fietsje en even doortrappen en dan ben je ook in de Plataria. Je zakt te langzaam naar beneden. Ja. En met deze temperatuur, dan wil je eigenlijk... Aan de andere kant kun je naar de Igoumenitsa. Ja. Dat is echt heftig. Ja, een stadje. 10 kilometer. We gaan zo afscheid nemen van de laatste 2 koppels. Ik ga het afruimen. Klaarmaken hier. Ja. 5 campertjes. 5. Handje vol. We staan hier bij de fabriek, de cookie shop.
En we dachten van, nou, gaan we gewoon even kijken of we daar koekjes kunnen kopen voor het lieve team van de camping Sikia. En ik heb net hier in de winkel 2 dozen vol geschept voor nog geen tientje. Een klein doosje voor ons. Een hele grote doos voor de lieve mensen. Maar hoe leuk is dit, jongens? Echt waar. Je gaat met een doosje en je krijgt handschoenen aan. En die hele toko ligt vol met zalige koekjes. Ik kan niet anders zeggen. Ik zet de link hieronder. Hier moet je echt stoppen. De koekjeshop op de weg van Trikala naar Larissa. Dus. Maar ik zet hem even hieronder. Koekje erbij, schat. Nou, we gaan weer. Op naar camping Sikia. Maar eerst gaan we uiteraard even langs de Lidl. En we gaan de camper wassen. Oh, wat ziet hij eruit. Even langs de wasseretten. En dan gaat 2 weken gaan we heerlijk op één plek staan. Ook wel eens leuk voor een keer. Super bedankt voor het kijken. Volgende week zien jullie dus de special over de Pileion, een van de mooiste streken van Griekenland. En vond je deze video leuk? Trakteer ons dan even op een duimpje. En wil je ook aansluiten bij de eindeloze club van genieters? Abonneer je nog even. Heel fijn weekend en bedankt voor het kijken.